gezeten. En dat was toen reuze. Wat moeilijk om op een huwelijkspartij dat ik zelf niet getrouw. Dat is een laag dat gebeurt. Maar dat is zeven jongens, waarvan ik de jongste ben. En ik kan me nog herinneren, vroeger thuis, als een van mijn broers serieus verkering dreigde te gaan krijgen, dan sprak mijn vader, jongen, zei hij dan, serieuze studies gedaan, of filosofische studies. Maar, ik ben toch gaan nadenken over mijn vak. Nee, als je me gevraagd hebt, Arie, ik ken een oud damesgroepje en die maken confituur in hun vrije tijd. Kom eens praten over fruit. Nou, dan had ik een heel verhaal kunnen houden over aardbeien, frambozen, kersen. En ja, kersen, rode bessen, worstbessen. Daar weet ik bijna alles van. En toch ben ik over dat thema fruit gaan nadenken. Ik was jaren geleden, ik kwam toen veel in Polen, want Polen was een grote toeleverancier van aardbeien. En 20 kilometer buiten Warschau was een boer die 3-4 hectare aardbeien had. En ik was daar eens op een avond en hij had daar een halve hectare achter zijn eigen huis liggen. En ik zeg, hij heette Vladimir Kaczynski, ik weet het nog. Ik zeg, nou, wat je hier nou gaat van verwachten, ik denk dat het niks wordt. Waarom heb je die aardbeien geplanten niet uitgetrokken? Toen zegt hij, ja, daar heb je een beetje gelijk in. Ik ben ook in dat veld geweest. Hij zegt, maar toch, ik geef het nog niet op. Straks, als het weer gaat, beter wordt, s'avonds ga ik in het veld met mijn vrouw nog eens goed schoffelen tussen die aardbeien. Je hebt een sloot langs dat veld liggen, als het van de zon droog wordt. Zet ik er een waterpomp op en ik sprak hem een jaar later en ik zei, hoe is dat geworden met een perceeltje achter die lamp? Hij zei, ik heb er toch nog 7000 kilo aardbeien. Wat zei die man? Hij zegt, dat fruit, dat aardbeien, dat zogezegd verloren perceeltje, gaat toch nog eens extra verzorgen. Ik ga daar nog eens een beetje snoeien en een beetje extra schoffelen. En als het nodig is, zo het aangegeven. En als we nou naar het fruitsoort willen, dichter bij huis. Denk aan een wijngaar. Hoe zien die dus dit is het voorjaar niet uit? En dan die wijnboer die van zijn wijngaard houdt, die gaat daar ook naartoe, samen met zijn medewerkers. En die snoeit en die knipt en die bindt op en die ziet bepaalde loten onder de grond liggen. Die haalt die boven, die wast die maakt die schoon en bindt die weer op. En toen zag ik ineens een relatie tussen de liefde voor het fruit en het huwelijk tussen twee mensen. En problemen en die schreef, dat komt, maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfvertrouwen. Dat is de vreugde van de geest. Dat gaat niet meer gelijk die boeren en overgedoken die aardbeienplanten uit te rukken, maar die zei nee, we gaan door. We gaan door. Yeah.